dames en heren, we gaan drie nummers voor je zingen. Ik ga even vertellen waar het over gaat. Dan zeg ik ook van, waar zou het over gaan. Living humble, dat betekent, laat ons nederig leven tot het laatste uur heeft geslagen. Nederig leven. Dat is mooi, hè? En van dit. Ja. Tweede lied is de 12 rovers. En dat gaat over een rover die heel slecht leven heeft geleden. Ja, hij heeft veel gedronken, veel vrouwen, en dat soort dingen allemaal. Maar op de dag komt hij tot bekering en dan gaat hij vertellen, gaat hij het klooster in, dan gaat hij aan een andere moment vertellen hoe hij tot bekering is gekomen en wat hij allemaal heeft uitgespot. Of niet best. Het laatste lied was Glory Halleluja, en dan mag u het rijtje wel meezingen. En de tweede, derde keer, dat ziet u wel. Je mag een beetje meeklappen, niet te hard. En het refrein is glory, glory, halleluja, is through, is marching on. Moet je ophouden?
Thank you.
schenkt dan blinden licht in de ogen, licht de verslaafden onder het stof. Hij helpt in kleuren uit mededogen, vervult het hart met eerbied en lof. Hij maakt de wonden van Samad eens vrij. De zielen die kleuren, die maakt hij eens vrij. Voordat je het weet, is het eind van de avond overkomen. Als je samen zo mag genieten van een prachtige zaal. De opbrengst van de collecte is bekend. En er wordt hartelijk bedankt dat je zo hebt gegeven. €1.494,65 voor Stichting Wiel. En voor het project Bij Wilma. Hartelijk dank. Mannenkoor Eiland Urk. Onder leiding van Gerrit Schinkel, hartelijk dank. Evenals het Venus Mannen Ensemble. Ik zie jullie nu niet, maar jullie zijn er nog wel. Bedankt onder leiding van Wim en Wilbert Magree. Ook natuurlijk Stichting Wiel, Jeroen Vloedveld, die hier wilde toelichten. Hendrik van Veen, de organist. Egbert Bos, als organisator. En natuurlijk ook de koster en de hervormde gemeente Elburg. Allen hebben wij samen deze avond mogelijk gemaakt. En natuurlijk ook u, dank dat u hier vanavond was. Maar bovenal danken wij ook aan het einde van deze avond onze God voor al zijn zegen. Zullen we samen danken. Trouwe en almachtige Heere in de hemel, zo aan het eind gekomen van deze avond danken wij u, want u komt de dank toe. We hebben het ook horen zingen, u bent dat zo waard, om u de lof te zingen en om u te danken. Heer God, we danken u voor het evangelie, dat u, Heer Jezus, die weg ging van dienen. En dan bidden wij u, maak ons zo ook dienaren van elkaar, in navolging van u. Heere God, wij bidden om uw zegen voor mensen die zich daarvoor inzetten, voor het dienen van anderen. In het bijzonder ook Stichting Wiel. Opdat anderen hun leven weer op de rit krijgen. Voor anderen klaarstaan, anderen de voeten wassen. Geef hen en geef ons daarvoor de kracht. Dank u wel dat wij onze talenten op zoveel gebieden mogen inzetten voor uw eer. Dat we muziek uit uw hand ontvingen. En zo leggen we deze avond ook terug in uw handen. Bidden wij u om uw zegen als wij huiswaarts gaan. De zondag in. Om uw zegen als uw woord ook dan weer open gaat. Heere God, geef dat wij een verlangen krijgen. Of als we dat al hadden, dat het vanavond nog eens is opgewekt. Een verlangen. En als hier de zang al zo prachtig is.
naar dat hemelskoor van engelen en mensen samen, dat eeuwig de lof zingt, dat wij daarbij mogen zijn. Zo leggen wij deze avond terug in uw handen. Vergeef u het verkeerde en zegen ons, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Wij zingen straks nog samen een psalm. En dan wil ik u verzoeken te wachten tot het koor weer de kerk verlaten heeft, de beide koren. En daarna kunt u volgen. Ik wijs u nog op dat de klok opnieuw vooruit wordt gezet vanavond. U zult het maar vergeten. Dan bent u niet op tijd in de kerk. Bij de uitgang is er nog een cd gekocht voor beide koren, hartelijk aanbevolen. En alvast een goede zondag. Als allerlaatste wil ik toch nog iemand buiten de eer van God om, want die gaat me straks prijzen, bedanken. En misschien denkt u al wel een klein beetje met me mee, maar een week of 6-7 terug is er iemand met deze avond op zich alleen beginnen te organiseren. En dat doet hij, nou laat ik het maar zeggen, met glad gestreken plooien. Het is een pietje precies. Hij was er zenuwachtig van. Maar wat dat betreft, van A tot Z hebben wij een geheel verzorgde avond gehad met broodjes en aring. En wie bedoel ik dan? Dat is onze enige Elburger met een Urkerat. Echt de bos. Ik hoop deze een applaus samen met z'n allen.